De vaccinatiegraad op de Bijbelbelt is nog altijd vrij laag. Wethouder Freek Brouwer uit Urk wil graag met zijn inwoners erover in gesprek. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De vaccinatiegraad op de zogenaamde Bijbelbelt blijft vrij laag. Intussen roepen burgemeesters uit die Bijbelbelt hun burgers op om zich te laten vaccineren. Aan tafel nu Freek Brouwer, wethouder in de gemeente Urk. Goedenavond, meneer Brouwer. Goedenavond. Ja, die vaccinatiegraad is laag, ook bij u in de gemeente? Ja hoor, we zijn zelfs de laagste van Nederland. Laagste van Nederland? Ja, hoe komt dat? Dat is een lastige stad. Dus mensen maken hun eigen keuze. En het is van oudsher dat wij niet een hoge vaccinatiegraad hebben. Dus ook op de andere onderwerpen. Maar het is inderdaad bijzonder laag. De besmetting bij u is ook laag? Besmetting was laag, was. Maar dat is inmiddels verleden tijd. Dus een paar weken terug was het echt inderdaad nul besmettingen. Ja. Dus was het ook echt van ja, we maken ons ook druk over. Maar inmiddels is dat zorgwekkend te noemen. Ja. Zorgwekkend? Ja, zeker te weten. Ja. Vandaar ook die oproep van uw burgemeester om aan mensen om zich te laten vaccineren. Nou, zo sterk een oproep is en kennende heeft hij ook niet zo gedaan van je te laten vaccineren. Maar maak wel een goede afgewogen keuze. Zorg dat je je goed laat informeren. En denk er nog eventjes goed over na. Dat is de oproep geweest van burgemeester Kees van der Bos. Wij zitten wat dat betreft er wel bovenop in die zin dat wij goed contact hebben met onze huisartsen. Dat zijn toch onze professionals. Ja. Dat is toch het beste referentiekader in mijn optiek en met de GGD. En juist vanuit de huisartsen krijgen wij toch de boodschap dat zij zich grote zorgen maken over de toename van de besmettingen. En dus ook de toename van de ziekenhuisopnames. Ja, want als die vaccinatiegraad bij u zo laag blijft, dan neemt het aantal besmettingen dus toe. Dat is niet gezegd, hè. Want kijk, we zaten lange tijd natuurlijk op nul besmettingen. Mm. En toch een lage vaccinatiegraad. Terwijl in andere delen van het land, u noemt zelf de Bijbelbelt. Daar het aantal besmettingen toch behoorlijk toenam. En dat is lange tijd op Urk niet zo geweest. Dus in die zin is het niet altijd één op één zo te vergelijken. Ja, nou hadden we hier een paar weken geleden de verantwoordelijk minister, Hugo de Jonge, zat op dezelfde stoel als u daar. En die zei, doe het niet voor jezelf, maar doe het voor je naasten. Het is een daad van naastenliefde. Zegt u hem dat na? Ja, dat durf ik wel na te zeggen. We hebben niet voor niets daar ook onze bevolking naartoe willen informeren. We hebben dat objectief willen doen met een brochure van de Nederlandse Patiëntenvereniging. We denken dat komt toch ook uit de hoek met een christelijke identiteit, secular-reformatorische identiteit. Waarin toch uitgelegd wordt van wat is een vaccin, wat doet het? En waarin toch ook gezegd wordt van denk ook inderdaad aan de ouderen, denk ook aan de naasten voor wie je het doet. Ja, de mensen die het niet doen, zeggen die ja, je moet op God vertrouwen en geen enkel medicijn gebruiken? Dat wordt gezegd. Kijk, vanuit de geloof zijn er natuurlijk verschillende invalshoeken. Ja. Dus er zijn gelovigen die zeggen van ja, ik vind juist wel dat ik mij beschermen mag vanuit de Bijbel. En wij weten dat er ook gelovigen zijn, christenen zijn, die zeggen nee, juist niet. Want een gezond iemand heeft geen medicijnmeester nodig. Dus er wordt vanuit verschillende invalshoeken daarnaar gekeken. En we weten dat het op Urk ook zo sterk het geval is. Ja, nu staat u bekend als een christelijk dorp. 95% van de mensen gaat naar een kerk. Geeft dat ook een tweedeling voor mensen die wel gevaccineerd zijn en niet gevaccineerd? Nou ja, u weet net zo goed als ik dat Urk een hele sterke gemeenschap heeft. Ja. En daar zijn we trots op. En die is er ook. En die blijft er ook. En wat dat betreft dan vormen wij toch ook wel met elkaar wel weer best wel een eenheid. Mm. En natuurlijk is er verschil van opvatting. En die mag er zijn. En ik hoop alleen dat wij op een respectvolle manier met elkaar hier blijven omgaan. Ja, want twijfelt u daar wel eens aan, dat respect voor? Ja, nou ja, soms wel. Kijk, polarisatie neemt toe in Nederland en dat merken wij op Urk natuurlijk ook. En ik roep eigenlijk wel op van laten wij elkaar vasthouden. Ja. En wel op een respectvolle manier met elkaar in gesprek gaan hierover. Ja, in die zin bent u ook een interessante gemeente als onderdeel van die Bijbelbelt. Want er wordt gefocust op christenen. En zegt de buitenwacht, hey, de ene christen laat zich wel vaccineren, de andere niet. Op grond van dezelfde Bijbel. Ja, maar dat is met heel veel andere onderwerpen is dat ook een geval. Ja. Dat we toch wel eens verschillende invalshoeken hebben als christenen. Mm-hmm. Dus ik bedoel, laten we alleen maar kijken van hoeveel kerkgenootschappen er zijn. Dus het is niet allemaal eenheid erin. Er zijn gewoon verschillende opvattingen. Ja, maar ik bedoel, in deze wordt het door de mainstream media wordt het uitgelicht. Nou, dat mag ook. En dat is ook niet erg. Er stond een interessante interview in Reformatorisch Dagblad
tussen dominee Van der Kieft en dokter Westerman. Wat ik heel interessant vond. Predikant, dominee Van der Kieft. Maar met respect voor elkaar, maar toch een totaal andere opvatting hadden over vaccineren. Dus dokter Westerman, die juist vanuit het geloof vanuit de Bijbel wel vond dat je mocht vaccineren. En dominee Van der Kieft die juist een tegenovergestelde mening had. Maar wat mij bijzonder trof was wel het respect naar elkaar toe. Ja. En dat ze elkaar niet gingen bejegenen van jij bent een mindere christen erom. Integendeel. Dat brengt me op het punt van, uw burgemeester doet die oproep en u met hem als college van BMW. Maar zouden niet eigenlijk dominees dat moeten doen? Kijk, we komen dan wel even op de scheiden kerk en staat. Dus ik ga niet zeggen inderdaad van wat een dominee moet leren of wat er in de preek naar voren moet komen. En andersom moet dat ook niet gaan gebeuren. Dus ik wou dat graag scheiden. Nou, hierin. Ja, op die burgemeester de focus dan. Wordt er naar hem geluisterd? Zeker, want hij is het boegbeeld van onze gemeente. Dus ik denk zeker dat de burgemeester wel invloed heeft. Of het direct overgenomen wordt, is een ander verhaal. Maar geluisterd wordt er wel. Wij luisteren wel naar elkaar. Ik roep even in herinnering de gebeurtenissen van het laatste jaar op Urk, waaruit nou weinig gezagsgetrouwheid is gebleken. Nou ja, dat is ten dele. Hè. Laten we dat niet vergeten. Want we moeten niet zeggen van heel Urk is niet gezagsgetrouw of een grote groep. Het gaat altijd over een heel klein groepje. En wat mij dan, dan toch weer treft, denk ik dan. Van waarom moeten we dan de hele gemeenschap op de hak nemen? Ja. En dat horen jullie ook wel beter te weten dat dat niet zo is. Ja. Dus laten we niet in die stream meegaan met andere media van heel Urk is negatief of heel Urk is anti-overheid. Ja. Of heel Urk is opstandig, dat is absoluut niet het geval. Het gaat om een klein deel die zich daar even in laat uiten. Ja. U bent zelf wethouder gezondheidszorg, heeft u in uw portefeuille. Bent u in gesprek met mensen hierover? We zijn voortdurend in gesprek. Dus wij, uiteraard ben ik ook nog bestuurslid van de GGD. Dus we hebben gesprek natuurlijk met de GGD van hoe wij hiermee omgaan. Ik heb zelf vrij snel contact gezocht met de huisartsen. Net wat al zei, dat zijn de professionals. Die weten hoe het zit, denk ik dan. Die hebben ook de juiste contacten hierin. Als ik als wethouder dat zeg, ja, dan komt het toch een beetje over. Ja, die denkt het ook te weten. Ja. Dus we hebben ook een brief laten uitgaan door de huisartsen. Of die hebben wij niet laten gaan. De huisartsen hebben zelf inderdaad een brief geschreven. En al onze huisartsen die staan ook achter het vaccineren. Ja. En willen ook graag dat zoveel mogelijk naar buiten brengen. En dat is ook gebeurd middels een brief. En nogmaals, met, denk ik, een redelijk objectieve brochure van de Nederlandse Patiëntenvereniging. Proberen we toch onze mensen te bereiken. Nou, dat is ook op verschillende manieren is dat ook gebeurd en gedaan. En de raad informeer ik. Gisteravond heb ik de gemeenteraad nog geïnformeerd hoe de stand van zaken is. En via de media wordt natuurlijk genoeg gecommuniceerd. Ja, en dit moet allemaal bewerkstelligen dat die vaccinatiegraad omhoog gaat. Nou ja, die hoop heb ik wel. Ja. Maar we zeggen er wel steeds bij, er is in Nederland natuurlijk geen dwang tot vaccineren. En dat heeft de Kamer ook uitgesproken en dat zeggen we nog steeds. En dat wordt aan tafel overal gezegd, er worden ook al de talkshows gezegd, dus iedereen benadrukt ook. Vrije keuze, ja. Maar we roepen wel op basis van de juiste informatie, maak dan ook inderdaad die afgewogen keuze. En als iemand echt vanuit diepe geloofsredenen dat doet, nou, dan heb ik daar uiteraard respect voor. En wij respecteren trouwens iedere inwoner die een goede afgewogen keuze maakt. En, maar laat je dan ook wel goed informeren. Ja, en je probeert juist wel mensen te bereiken die twijfelen van hey, ja, ik doe het eigenlijk vanuit gewoonte niet. Of ik weet er weinig van. Of wat doet een vaccin? Ja. En wij krijgen nu wel via de huisartsen door dat er veel meer interesse is van inwoners naar het vaccin. Van wat doet het eigenlijk? Dus er komen meer vragen naar ze toe. En nou, dat biedt toch wel perspectief weer. Ja, in Staphorst schijnt een huisarts te zijn die bij mensen thuis langs gaat om daar een prik te zetten. Is dat ook een optie bij u, dat mensen het niet willen weten voor de buren of voor de buitenwacht? Nee, we gaan dus niet inderdaad zeggen we gaan stiekem vaccineren. Ja. Ik vind het ook een verkeerde term, zou ik dat vinden, als we dat gaan doen. Maar wel, we willen het wel laagdrempeliger gaan maken. En die gesprekken hebben we ook gehad met de huisartsen. Ja. Dus het is wel nieuw om nu te melden dat de huisartsen inderdaad bereid zijn, allemaal. Dat is wel mooi om wel in de spreekkamer daar wel te vaccineren. Dus dat is voor de mensen prettig, want dan is het laagdrempelig. Je hoeft in de rij te staan in de grote hal. Ja. Maar je kan gewoon een afspraak maken en dan kun je bij je eigen huisarts terecht om je te laten vaccineren. En dat is SEC voor de gemeente Urk? Dat is SEC voor de gemeente Urk.
En de GGD die gaat het uiteraard logistiek wel faciliteren. Maar dat is inderdaad dat is nieuw. Okay. We zeiden net, ja, er is geen dwang in Nederland, maar er is misschien wel een klein beetje drang. Want ik noem de coronapas. Als je niet kunt laten zien dat je gevaccineerd bent of corona hebt gehad, en dan kom je de horeca bijvoorbeeld niet meer binnen. Nee, dan moet je laten testen. Ja. Dat gebeurt ook. Ja. Hanteert u ook die pas op Urk? Nou ja, ik heb de pas, dus ik... dus dat, zelf, de, ja. Is die algemeen gebruik op Urk? Dat durf ik niet te zeggen. Mm. Dus daar kan ik niet een oordeel voor uitspreken. Maar in ieder geval, we houden ons natuurlijk aan de landelijke regels. Dus het is niet zo dat Urk gaat zeggen van, wij houden ons niet aan de overheidsmaatregelen. Dus die worden toegepast. Ja, nou, uw burgemeester zei in de Stentor op 8 oktober dat de controle niet gebeurt. Ja, kijk, je moet het wel in perspectief zien. Ja. Dat was een paar weken terug en dan ging het inderdaad over nul besmettingen. Dus dan hoef je niet die hard te gaan controleren. Maar hij heeft er wel steeds bijgezegd van, wij kijken wel hoe het verloop is. En het verloop is nu anders. We zijn trouwens voortdurend ook in gesprek met de horeca. Ik weet dat de burgemeester in gesprek is ook met de horecaondernemers. Dat gaat nu weer wel plaatsvinden. Van hoe een en ander toegepast gaat worden. En het is net zoals overal in Nederland, dat gebeurt proportioneel. Dat is een mooi term. Ja. Maar je moet niet denken inderdaad dat overal bij horecaondernemers overal een wachter van de overheid staat van wat gebeurt hier. Het moet in verhouding zijn. Het moet in verhouding zijn. Dat gebeurt steeksproefsgewijs. En dat is niet als ergens anders gebeurt het op Urk op die manier ook. Ja, we gaan op naar weer een persconferentie van Rutte en de Jonge. Aanstaande dinsdag beleven we wel zijn. Die is naar voren gehaald. Wat verwacht u daar? Nieuwe maatregelen? Dat weet ik niet. Dus ik kan er niet op vooruit lopen. Maar ik weet wel dat wij anticiperen al. Want wat ik net zei, ja. Wij zijn in gesprek met huisartsen, met de GGD. En we zien inderdaad oplopende besmettingen. Ja, niet alleen vanuit de statistieken blijkt dat. Maar we weten ook vanuit de zelftesten. Daar krijgen we mee van de huisartsen. En de huisartsen die weten ook dat er niet getest wordt. Maar de mensen wel ziek zijn. Ze komen nu bij de mensen thuis die toch behoorlijk ziek zijn. Ziekenopnames nemen toe. Dus wat dat betreft hebben wij al gezegd. We gaan er wel op anticiperen. En daarom heel goed nogmaals. Dat de huisartsen zeggen wij gaan zelf vaccineren. En de GGD die gaat dat faciliteren. Dus ik vind dat wij al behoorlijk daarop vooruit lopen. Van welke maatregelen daar ook op ons afkomen. Ja, nu zijn er ook verhalen die zeggen van, er komen alleen maatregelen voor plekken waar niet gevaccineerden bij elkaar wonen. Zoals Urk. Om de rest van de bevolking die wel gevaccineerd is, daarvan te vrijwaren. Ja, nou kijk, dat zou ik een hele vreemde zou ik dat vinden. Want kijk, ze hebben het altijd maar over de Bijbelbelt. En dat mag hoor, dat is geen enkel probleem. Dat zijn we ook gewend. En we weten ook wel dat Urk vaak in de spotlight is. Daar is niks nieuws mee. Daar staan we niet raar van te kijken. Maar het gaat wel over 1,8 miljoen Nederlanders die niet gevaccineerd zijn. En dan wordt steeds gekeken naar de 50.000 in de Bijbelbelt die niet gevaccineerd zijn. Maar in de grote steden praat je over veel grotere aantallen. Oké, dat is wel verspreid. Maar je kan natuurlijk niet zeggen, ik focus mij op een klein deel van Nederland. Terwijl een heel groot deel verspreid is, ja. Maar ook niet gevaccineerd is. Dus ik denk dat dat veel breder en goed in perspectief bekeken moet worden. Met andere woorden, de maatregelen, als die er komen, moeten voor iedereen gelden. Tuurlijk moet die voor iedereen gelden. Ja. Tot slot nog even naar de actualiteit van vandaag. Want uw partij zit aan de formatietafel. En het is de langste formatie ooit bereikt. Ja. Het is wat? Ja, het is onvoorstelbaar. Want? Ja, nou ja, dat het zo lang moet duren. Dan sta je toch een beetje een playfiguur op deze manier als overheid. Dus ik denk dat veel serieuzer had gemoeten of moeten. Ik kan natuurlijk niet achter de schermen kijken, maar er is wel heel wat gedoe geweest en politiek gekrakeel over en weer. Ja. Stel voor dat uw partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vanavond u belt en zegt van geef me eens een goed advies, Freek. Nou, dat heb ik hem eigenlijk al gegeven. We mochten ook een enquête invullen. Ik heb wel gezegd, hou wel vast aan die medisch-ethische standpunten en die identiteit die wij als christenen ook hebben. Laat dat alsjeblieft voorop blijven staan. Want dat wordt aangerommeld? Nou ja, we weten hoe D66 erin staat. En dat ChristenUnie eerst buitenspel gezet moest worden. Juist vanwege dit onderwerp. Ik zei, nou, dat gaat ons toch niet overkomen. Goed advies van wethouder, ChristenUnie-wethouder Freek Brouwer van de gemeente Urk. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Want dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen bij Leven en Welzijn. Dan zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.